Naast digitaal online aanwezig, ben ik ook zeker offline in de fysieke wereld aanwezig. Ik ben Joaquin Diaz Requejo. Ik werk op politieteam Roosendaal en ik ben digitaal wijkagent op ons team. Ik werk online. Een stukje webcare komt daarbij kijken. Onze Facebookpagina, Instagrampagina. Ook een stukje, wat leeft er nou op het internet, bekijk ik. Wat doen mensen nu, wat plaatsen mensen nu op het internet. Ik geef ook voorlichting aan jongeren op de basisschool. Over de gevaren en de strafbaarheid voor social media. Plus daarnaast kom ik ook gewoon nog buiten. Ik draai mijn horecadiensten, mijn noodhulpdiensten. Dus naast digitaal online aanwezig, ben ik ook zeker offline in de fysieke wereld aanwezig. Een digitaal wijkagent die kan heel erg goed helpen binnen het basisteam. En ik merk dat mensen niet zo snel meer de politie bellen. Ze plaatsen het eerder online dan dat ze de politie zouden bellen. Maar dat soort informatie is voor ons wel van belang. Ik zit hier op een wijkagentenkamers. Als er zaken zijn, denk aan een sextingzaak of een bedreiging die via Facebook is gegaan. Ook de wijkagenten die kunnen af en toe eens vanaf hun eigen werkplek roepen van hey, ik heb nog even iets voor jou waar je kan monitoren of wat je zou willen bekijken. De lijntjes zijn eigenlijk heel kort. Ik denk dat daar een digitale wijkagent zeker zijn meerwaarde in heeft. Wanneer is mijn dag een succes? Is dat het internet zeg maar samenkomt met de fysieke wereld. Denk aan airbagdiefstallen. Wat heel veel mensen zeggen, vannacht is daar en daar ingebroken bij in de auto. Doordat wij dat al op internet signaleren, versterkt dat onze informatiepositie. Kunnen wij een betere politie worden en kunnen wij ook aangeven op dat moment aan de collega's die nachtdienst, de volgende nachtdienst hebben. Hey, surveer even extra door die wijk. Want de afgelopen nacht zijn er heel veel auto-inbraken geweest. Ja, dat maakt ons een betere politie en ik denk dat daar wij mee de burger ook beter kunnen helpen.